Peter, het is Tom. Nee. Peter. Tom. Kut. Peter is een week lang aan de slag geweest met wat misschien wel de grootste release van 2014 was. En de game had oorspronkelijk al in november 2013 moeten verschijnen. Het is Watch Dogs, het was Homeless, het was hype, het was van alles. Peter, brand los over die game. Watch Dogs is uit! Yay! Yay! Het heeft even geduurd. Het heeft even geduurd. En zelden was er zo'n game die zo goed gehyped, aangekondigd werd. Ja, je zegt goed gehyped, in welke zin is het goed gehyped? Nou ja, hypen kun je nooit plannen, hè? Maar nee. Als je dat zou kunnen, was zelfs Damnation een goede game geweest. Maar op een of andere manier, er zijn een paar dingen nodig. Je hebt een perfecte soort van aankondigingsmoment nodig. Je hebt een hele goede premise nodig, goed verhaal. En dan vervolgens moet je dat een beetje levend houden met vette trailers. En dat heeft Ubisoft echt perfect gedaan in 2012. Het idee was vet, wat als je een volledige stad kunt hacken als persoon. Dat was het idee. Vervolgens de eerste gameplay trailer, die was fantastisch. Het eerste stukje gameplay. Ja. En toen hype tot november 2013. En toen bam, komt Tony uit, haar grapje. Toen vervolgens was er nog een soort van trailer die er toch wel echt minder mooi aan zat dan oorspronkelijk werd getoond. Ja. Ja, dat is niet hypen, dat hele graphics-gedown-rate. Nee, dus er waren best wel wat klappen voor Watch Dogs. Dus Watch Dogs is nu eindelijk uit en hij heeft wel wat te bewijzen. Ja, ja. Het is dezelfde game, maar mensen worden wel kritischer. Mensen zijn heel kritisch geworden door wat er de afgelopen maanden is gebeurd rondom die game. Ja, hoe is het gekomen? Wat is er terecht van gekomen? Van de hype, van de Homeless, van de graphics? Je hebt hem gespeeld op PlayStation 4, dus dat was ook de versie waar de downgrading van de graphics het grootste ding was. Ja. Hoe is het allemaal? Nou, laten we dat er even gelijk uitslepen. Watch Dogs is een minder mooie game dan 2 jaar geleden werd getoond. Ja. Maar Watch Dogs is wel een hele vette game geworden. En het is een nieuwe franchise die geboren is. Ja, het is een nieuwe IP, intellectual. Nee, maar ik bedoel, er gaan vervolgen komen. Want ja. Het is echt heel erg vet gedaan. En Watch Dogs doet iets heel erg knaps. Je kan de game zeg maar verdelen in soort twee helften. Dat vind ik makkelijk, kun je het aanschouwelijk maken. De ene helft kennen we van GTA 5. Ja, dat is ook wat jij in jouw review doet, geloof ik. Die twee kanten. En de andere helft is helemaal nieuw. Want dat is dat hacken, dat hebben we nog nooit gezien in een game. En daar krijgt de game ook de meeste punten voor. Ja. Want dat is heel vet. Dus laten we even beginnen met het GTA-verhaal. Ja, wat is er allemaal herkenbaar, zeg maar, van andere games? Niet alleen GTA, maar wat kennen we al van free-roaming games en wat doet het nieuw? Maar eerst even dat wat we al kennen. Wat super knap is van Watch Dogs is dat het net zo sfeervol is als GTA 5. En GTA 5 hebben wij met een perfecte score beloond, omdat het echt zo'n heerlijke game is. En Watch Dogs die pakt bijna alles net zo goed op als die game. En dat betekent, elke inwoner is anders, iedereen heeft zijn eigen leven, het ziet er ongelooflijk sfeervol uit. De game is iets mooier dan GTA 5, niet zo mooi als we hadden gehoopt, maar het is nog wel gewoon een mooie game. Je hebt verschillende soorten gebieden, je hebt natuurgebied, je hebt stedelijk gebied, je hebt water waar je met op bootje kan. En het ongelooflijk sfeervol, er gebeurt altijd wat en elke inwoner ziet er anders uit en elke inwoner heeft ook zijn eigen leven. Ja, want dat kun je natuurlijk dan met die profiler-app kun je zien van wat er allemaal gebeurt in het leven. Maar daar komen we straks. Ja, ook. Maar wat bijvoorbeeld heel vet is, is bijvoorbeeld dat als je je gun pakt, dan echt heel erg tof dat iedereen in paniek raakt. Je hoort echt gewoon gillen. Dus he's got a gun! Ja, he's got a gun. En hoor je iedereen in paniek. En als dan iemand 911 belt, dan kun je zeg maar met een gun op hem richten en dan laten ze het mobiel los. En dan belt hij toch niet. En kortom, het is enorm sfeer voor hoe Eden zeg maar, in die wereld zich voortbeweegt. En dat is echt heel knap gedaan. Ook, dat geldt ook voor het schieten. Het schieten is heerlijk. Ik heb bijna de hele game heb ik met een gesilenced pistool geschoten. Omdat ik dat gewoon bij Eden vind passen. Ik bedoel, het is een geheime hacker. Dus Je mag natuurlijk ook een heel groot pistool kiezen als je dat wil. Ja, je hebt alles. Ja, je kunt dat is behalve rocket launchers trouwens, die zitten er niet in. Nou, dat vind ik ook niks voor Eden. Nee, maar een grenade rondlopen met zo'n... Ja, nee. Maar wel een grenade launcher bijvoorbeeld en shotguns en machinegeweren. Alles zit erin, alles is te koop. En dat is echt, dat doet de game echt heel erg sterk. Op één ding na, en dat is het rijden, want het rijdt echt als een natte krant. Dat is wat ik ook al zei in mijn preview. Ja. Het rijden is echt, nou ja, botsautootjes op ijs. Ja. Nee, winkelwagentjes met botsauto bumpertjes op ijs. Ja. Zo voelde het voor mij. Dat is ook wel een beetje zo. Ja.
op een aantal wagens na die wat niet zo lekker als het kan, maar wel wat fijner rijden. Dus je merkt ook heel erg dat je in die game al heel snel naar vier auto's gaat die wel zeg maar oké rijden. Ja, maar musselwagens, ik ben een groot fan van musselwagens, niet te besturen. Nou, dus één musselwagen wel oké. Die gebruik ik vaak, want ik hou ook van musselwagens. Ja, ja, soort musselwagens. En je kan altijd opbellen, ik wil die in die auto graag hebben. Ja, daar heb je een service voor, had ik meegekregen. Maar dat is dus wat het allemaal wel prima doet, afgezien van het autorijden dan. Ja. Maar wat is er nieuw? Ja, het nieuwe. Als je de game gaat spelen, mensen, neem even 2 uur de tijd om de game, laat je overwelmen. In het begin, ik was natuurlijk echt doodmoe. Ja, maar je moet zo wennen aan alle informatie die binnenkomt. Ja. Je moet het zo zien, de wereld heeft duizenden camera's, die staan in Chicago. En die camera's, je kan van camera naar camera hoppen. Dus als je via de camera de volgende camera ziet, kun je daar weer heen. Ja. Dus je kan kilometers afleggen met alleen maar camera naar camera naar camera. Dus er komt zoveel informatie op jou via die camera's, maar ook via de burgers. Elke burger heeft een informatiebalkje, je kan ze niet allemaal hacken, maar over elke burger is wat te zien. Ze doen ook allemaal iets, dat vind ik ook wel leuk. Ja, sommige zijn crowdsourcers hier dan erbij staan, anderen hebben net een highscore met een of andere minigame. Ik vond de straatperformance ook heel vet, met gitaartjes. Of ik zag ook een guy met een trompet. Ik heb 2 gasten zien beatboxen, rappen. Oh, wat vet. Graag, ja, ongelooflijk geloofwaardig. Je merkt ook dat daar jaren tijd in gezeten. Ze zijn al 2008 begonnen met het ontwikkelen van deze game. Dat is zo geloofwaardig en ook wel een soort ondankbaar, want op een gegeven moment na 2 denk je, oké, ik moet dit beter gaan filteren, want op een gegeven moment zet je ook gewoon af en toe je profiler uit, want het is te veel informatie in het begin. Daar moet je heel erg aan wennen, maar ben je daar eenmaal aan gewend, dan komt er een gameplay vrij, namelijk via het hacken, wat echt nog nooit is vertoond en wat heel erg tof is. Ja, het hacken zelf vind je gewoon heel gaaf? De grap is dat hacken op zichzelf is gewoon, je drukt op een knop en je ziet iets en dan druk je weer op een knop en dan gebeurt er iets. Ja, want dat camera naar camera hoppen is gewoon kruisje. Is zo, kruisje, maar op een of andere manier is het boeiend. Want ik ga 2 voorbeelden noemen. Voorbeeld 1, CTOS, dat is de organisatie in de stad die al die hacks verzorgt. Dus hun basis is heel goed beveiligd. Je moet die basis hacken, want eerder kun je niet zeg maar in de stad ook hacken. Of in de stadsdeel. Dat is een beetje net zoals met Far Cry 3 het geval was met die radiotorens die je dan eerst of moest... Of bij Assassin's Creed de toren. Ja, ja, precies. Dus, maar dat is hier hetzelfde dan met hacken. Ja, met hacken, maar ook met heel veel beveiliging. Nou kun je guns ablazen naar binnen. En dan speelt de game gewoon zoals elke free roamer die je kent. Maar het leukste is natuurlijk om zo min mogelijk in die basis rond te lopen. Ja. Je hebt iets van 12 manieren waarop je mensen kunt afleiden of kapot maken. Bijvoorbeeld, je kan zeggen disruption earpiece, waardoor er echt een hele hoge pitch tone uitkomt. En dan is hij afgeleid en dan kun je hem silence pakken. Maar je kunt ook bijvoorbeeld iemands granaat activeren die in zijn jas zit. En dan zie je hem, what the fuck? En soms ontploft hij, maar soms is hij op tijd en dan gooit hij hem weg. Ja. En het leukste is als hij hem weggooit naar een maatje, want dan gaat hij dood. En op die manier, je kan liften bedienen door mensen af te leiden, je kan autoalarm af laten gaan. Op die manier vind ik het vetst om met zo min mogelijk te bewegen, zoveel mogelijk te bereiken in zo'n basis. Ja. En dat is echt ongelooflijk vet gedaan. Ik vind dat echt heel tof en het bleef ook leuk. Ik ben onwijs verslaafd in die game ook. Ja, je moet alles spelen. Het is best wel gaaf om gewoon overal langs te gaan en gewoon te kijken hoe je er binnen kan. En natuurlijk altijd proberen van buitenaf de eerste camera te hacken en dan van camera naar camera. Ja. Je hebt ook guards die camera's op zich hebben, dus dan kun je weer meelopen met mensen. Echt heel tof gedaan. En de tweede is natuurlijk tijdens de car chases. Jij vond het een nadeel dat je niet kon schieten vanuit je auto? Ik vond het heel raar dat als je op een motor zit en je moet iemand in een auto stoppen, dat je dat alleen maar met je mobiel mag doen. Ja, dat ik vind je het een pistool zijn banden lek kan schieten. Ik vind het een hele logische keuze, want het dwingt je ook om zeg maar dat te gebruiken. Dat zei ik dus ook. Ze doen dat expres, zodat je per se natuurlijk gaat hacken. Precies, en dat is heel leuk. En waarom het zo leuk is, omdat je niet alles vanaf het begin kan. Er zit namelijk een enorm groot soort RPG-element in deze game. En dat zijn namelijk de unlocks. Je mag zelf uiteindelijk, als je het lang speelt, heb je alles al. Maar je mag zelf de volgorde bepalen waarin je dingen unlockt. Dus je begint inderdaad met stoplicht en hier en daar een brug omhoog en omlaag. Maar uiteindelijk kun je hele putten van 3 omhoog laten schieten. Waardoor mensen zeg maar, of auto's zeg maar, echt soort van naar boven knallen. En spikes krijg je op een gegeven moment, kun je uit de weg laten komen. Ja. Super vet. En omdat het allemaal progressief is, dus je wordt soort van beloond door submissies te doen. Ga je heel erg dat doen, want je wil zeg maar die nieuwe dingen gaan unlocken. Ja. En ik vind die achtervolgingen echt heel tof. Uiteindelijk zijn ze heel tof, maar in het begin vond ik ze een beetje, dacht ik gewoon van ik mis gewoon een pistool. Maar dat is omdat je dan gewend bent aan
GTA 5 of zo. Dat is denk ik ook. Het is gewoon de gewenning. Je verwacht gewoon op een gegeven moment als je een auto neer moet halen vanaf je motor, dat je wel iets van de Uzi op zak hebt. Ja. Maar ik was heel erg sadistisch spelen, want ik vond het dus vet om dan een auto te laten crashen. Dus dan kruipt die guy zo uit die auto en dan schiet ik hem in de benen. Oh. En dan vervolgens loop ik naar hem toe en schiet hem een keer door zijn kop. Wow, bam! Wow, wow. Mafia-stijl. Wow. Swag. Wow, jij speelt heel anders dan ik. Ja? Ik ben iets vredelievender en zo. En ik verspil geen kogels aan knieholtes. Oh, ik wel heel veel. Zoveel mogelijk. Echt een knieënpopper. Dan worden kogels meer waard. Wat? Weet ik veel. Dat is dus echt super knap gedaan. Ja, jij zei zelf ook al dat je een beetje overweldigd was door die hoeveelheid submissies. Ja. Want er is heel veel te unlocken en er is heel veel te doen naast al gewoon het verhaal. Waar heb je het meest plezier aan gehad? De gang hideouts vind ik heel vet. Ja. De gang hideouts zijn een soort TTOS-stations. Daar worden bepaalde gangmember beveiligd. Beveiligd? Godverdomme, Miss Montreal wel. Misschien moet ik het zingen. Maar dan wordt die beveiligd. En dan moet je die als enige moet je niet doodmaken. Maar goed, hij kan ook een alarm triggeren en dan kan die wegvluchten. Dat vond ik heel vet. En je hebt heel veel fixer missies. Dan kun je bijvoorbeeld moet je een auto achtervolgen en dan moet je die hacken. Dus je moet dichtbij hem blijven. En als je maar ook weer niet te. Dat vind ik heel tof. Een auto stelen. Er zijn er maar een stuk of 8 activities, zeg maar, à la missies. En er zijn ook nog eens een soort 8 spelletjes. Ja, je hebt volgens mij schaken. Poker. Pokeren inderdaad. Balletje. Ja. Je hebt de minigames die je met de augmented reality kunt doen. Dat je allemaal Space Invaders neer moet knallen terwijl die er niet zijn. Dat vond ik zelf ook heel vet. Was ook vet. En je kunt daar dus allemaal maar iets mee krijgen. Ja. Je kunt daar allemaal dingen mee krijgen. Er is een soort van moordzaak die je kent uit de Batman Arkham serie. Batman moest Deadshot zijn moorden oplossen. Dat moet Aiden ook gaan doen. Niet van Deadshot, zou wel vet zijn, maar nee. Ook in Batman's pak. Krijg je ook een nieuwe missie, hè? Als je het uiteindelijk herhaalt, krijg je een nieuwe missie om die guy op te pakken. Super tof. Het is dus ongelooflijk veel te doen. Eén nadeel is er wel. Je verdient te veel geld. Hetzelfde een beetje als GTA 4 had. Dan wist je niet op een gegeven moment niet meer wat je met je geld moest doen. Want je kan inderdaad kleding kopen en wapens en auto's. Maar houdt het een beetje mee op. Ja. Er is geen real estate. Wat logisch is, want dat zou ik wel na aperij zijn. Maar ze hadden wel iets anders mogen verzinnen. Ja, dat je sites of zo op zou kunnen kopen zou misschien leuk zijn. Maar... Ja, een hackerbeweging had ik opgehoopt. Oh ja, maar dat is misschien een goede voor Watch Dogs 2. Of DLC. Je weet het niet. Eerst Watch Dogs, het verhaal. Ja, want dat is ongeveer het sterkste punt van Watch Dogs. Dat had ik niet verwacht. Het verhaal is heel erg goed. Ubisoft heeft best wel eens af en toe een probleem met verhaal. Is ten eerste komen ze heel langzaam op gang. Nou, dat is ook bij Watch Dogs zo, maar bij Watch Dogs is dat wel een soort van fijn, want je moet heel erg wennen. Ja. Maar ten tweede, vaak zijn Assassin's Creed stories te complex. Er zijn te veel characters, te veel verhaallijnen, op een gegeven moment weet je gewoon niet meer wat het is. Het mooie aan Watch Dogs is, je hebt eigenlijk 5 mensen, een paar hackers, de zus van Aiden en Aiden zelf. Daar draait het verhaal om. En in het begin komt het wat langzaam op gang, maar op een gegeven moment zit je zo in het verhaal, dat je echt op het puntje van je stoel zit en door het verhaal wilt. En dat is echt heel erg goed gedaan. Ik vond het verhaal op een gegeven moment emotioneel ook. Ja. Deed me ook wat. En dat de hele hackerscultuurtje is heel tof. Ja, en er gebeuren hele toffe dingen op een gegeven moment. Oké. Okay. Dat kan me niet spoilen. Ja, ik vond het verhaal een dikke pre in de game. Dat is echt een reden om door te spelen. Oh, oké. Okay. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ik dacht van, hier bij deze game zal wel alles goed zijn, behalve het verhaal. Nee, absoluut niet. Okay. Het verhaal is echt serieus heel sterk. En is ook, de game is daar ook heel mooi in. Namelijk, facial animations zijn heel goed. Ja. En de gezichten zien er vet uit. En dan zie je ook wel dat het een cross-gen game is. Ja, want in hoeverre merk je dat? Want ik vind het altijd, met cross-gen merk ik altijd die restanten van de oude generatie. Ja, dat merk je ook. Ja. Dat is ook de keuze geweest van Ubisoft waarom die uiteindelijk wat minder mooi is. Hij is gewoon cross-gen geworden, hij is niet next-gen. En dat zie je ook, maar goed, in de filmpjes en in het verhaal is het wel toch wel mooi. Oké. Okay. Ik denk dat jij een beetje rustig aan naar een conclusie toe moet praten, want we hebben veel behandeld. Nou, Watch Dogs doet echt iets onwijs... Hoe moet ik naar de kijkers richten? Watch Dogs doet iets echt heel erg knaps, mensen. Nee. Wat Watch Dogs doet is echt heel erg knap. Want het doet een oud genre pakken... wat eigenlijk al helemaal is uitgebuit door een bepaalde speler... namelijk Rockstar. En er zijn ook geen partijen die het eigenlijk beter kunnen... tenzij je er een eigen draai aan maakt. En Watch Dogs maakt er echt een eigen draai aan... namelijk door het hele hacken. Er komt heel veel informatie op je af. Het rijden is echt super vervelend. Maar daar kom je op een gegeven moment overheen... want het verhaal is sterk, het hacken is heel tof... en heel veel nieuwe gameplay. En dan wil ik nog één ding noemen. Je hebt op een gegeven moment een EMP-bom heb je. Als soort van noodgeval kun je die gebruiken. En dan gaat gewoon een vierkante kilometer om je heen... is gewoon alle stroom uit. En dat moment is wat Watch Dogs is. Het is die momenten dat je als hacker de macht hebt... over zoveel mensen die van Watch Dogs echt een toffe game maken. Een 9. Ja, duidelijk. Dank je. Heb je nog multiplayer gespeeld? Nee, kom later een multiplayer review. Die gaat iemand anders doen, want ik moet naar LA straks. Oké. Okay. Volgende week. Dus nog wie wil hem doen? Yay! Maar je hebt geen PlayStation 4. Nee.